Welkom bij Zentijd. De komende minuten doen we een mentale workout waarbij je gaat checken hoe lekker je in je vel zit. Thuiskomen bij jezelf. Eigenlijk is dat zoiets als je helemaal oké voelen in je eigen lichaam. Ik gebruik daar vaak het synoniem van een huis voor, want je eigen huis wil je ook zo leuk mogelijk en zo fijn mogelijk aankleden. En ik merk zelf aan mijn eigen huis hoe lekker ik in mijn vel zit. Toen ik bijvoorbeeld een tijdje niet zo lekker in mijn vel zat, had ik geen gordijnen en mijn huis was rommelig. Maar nu zit ik heel erg lekker in mijn vel en is mijn huis echt een fijne plek. Dan wil ik er ook echt zijn. En zo is dat ook in je lichaam. Die kan je ook als een soort huis zien. Als je het goed verzorgt, voel je je een stuk beter. Ik bedoel, ik hoop dat je elke dag je tanden poetst, je wast jezelf, je zorgt ervoor dat je genoeg goede voeding hebt en misschien train je zelfs wel. En als het koud is, ja, dan trek je ook een dikke jas aan of dikke kleding aan. Maar hoe goed verzorg jij je mind? Geef je genoeg aandacht aan je emoties, aan je verlangens, aan je gevoelens? Hoe goed zit jij eigenlijk in je vel? Daar gaan we vandaag naar kijken. Dus ga er rustig voor zitten. Op een stoel, op een bank. En als je het fijn vindt, doe je je ogen dicht. En dan gaan we even in en uit ademen. In door je neus, uit door je mond. Dus doe met me mee. Adem in door ons neus. En uit ons mond. En neem dan nu even een momentje om je eigen huis voor je te zien. En denk daarbij dan aan je favoriete meubels. Welke kleuren je hebt in je huis. Is het een vol huis of juist heel leeg? En is je huis warm? Ga je er graag naartoe? Of vermijd je het liever? Beeld het je even helemaal in. Kunnen de ramen in je huis open? Heb je gordijnen? Zo ja, heb je die liever open of liever dicht? En wat is je favoriete plek in je huis? En denk dan na. Voel jij je thuis in je huis? Ben je daar gelukkig?
Is er iets in je huis dat je echt thuis laat voelen? Dat je een heel fijn gevoel geeft. En is er iets dat je misschien minder thuis laat voelen in je huis? Wat is een stap die je kan maken om het net een stukje prettiger te maken? Bijvoorbeeld een lekker muziekje aanzetten of een nieuw kleurtje op je muren. Misschien is het geen voorwerp, maar iets anders. Bijvoorbeeld meer tijd voor jezelf in huis. Wat zal jou prettiger laten voelen? En kom dan nu langzaam weer terug. Adem diep in en diep uit. En open je ogen en laat het even helemaal los. Het kan confronterend zijn wat je tegenkomt. Misschien ben je echt dolgelukkig in je huis. Of misschien merk je dat je je niet helemaal thuis voelt. Weet dat het allemaal oké is. Dit is gewoon waar jij nu bent. Er is geen goed, er is ook geen fout. Je huis kan een metafoor zijn voor je lekker in je vel zitten. Op het moment dat ik me veilig voel in mijn eigen huis, merk ik dat ik zelfverzekerder ben en dat ik krachtiger ben. En vaak hoor je nog wel eens dat het egoïstisch is om zo met jezelf bezig te zijn en met je huis. Maar hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe beter je dat ook voor anderen kan doen. Als je het leuk vindt, kijk de komende dagen dan eens naar wat jou gelukkig maakt. Zowel in je echte huis als in jezelf. En ruim dan wat dingen op die je een slecht gevoel geven. Leeg die kledingkast eens, gooi die spullen weg. En verzamel dan dingen waar jij echt gelukkig van wordt. Gewoon even goed voor jezelf zorgen. Ik ben benieuwd wat jij van deze workout vond. Is er misschien nu al een actie die je gaat ondernemen om je net iets beter te laten voelen? Laat het me weten hieronder in de comments. Kunnen andere mensen ook meelezen? En abonneer je natuurlijk op dit kanaal voor nog meer workouts. Ik hoop je snel te zien.